Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van donderdag 7 juli. 7-7-2022 maakt een 56-11, maar we zijn wel die 7, dus die 7 kan van alles betekenen. In ons hoofd zijn de effecten van de afgelopen dagen enorm voelen, want iedereen doet zo ontzettend zijn best. Dus we zijn een bijzondere dag, een 56-11 dag. Waarop het soms even heel moeilijk kan worden. Maar aan het eind van de dag zal je zien dat er toch heel veel bereikt is. Dus dit kan wel een dag met een doorbraak zijn. We gaan eens even bij de dierenkaart kijken. Het stinkdier hebben we. Dat is kaart 54, het einde van een cyclus. Ik krijg er nog. Weet wat je waard bent. Denk er goed om. Laat je niet ondersneeuwen. Zeker op deze dag niet. Blijf voet bij stuk houden op een goede wijze. Wat is de boodschap van het stinkdier? Wat vind jij belangrijk? Vraagt hij. Waar geloof jij in? Laat je wel de beste, meest authentieke versie van jezelf zien. Deze kaart herinnert je eraan dat je trots kan zijn op wie je bent. En wat jij hebt bereikt. Iedereen, hè? Denk erom. Weet wat je waard bent. Niet iedereen zal het met je eens zijn. Of je naar waarde kunnen schatten. Maar je kunt met een opgeheven hoofd lopen. Weet dat wanneer je laat zien dat je integer bent, anderen je authenticiteit zullen voelen en het door in geïnspireerd raken. Wees zoals je bent en als je reputatie je vooruit snelt, goed zo. Je hebt veel om trots op te zijn en deze kaart wil je je op je best laten zien, zoals je echt bent. Ook al denk je dat het stinkdier enorm stinkt, moet je beter kijken, want het is een prachtig dier. Ik wens jullie een mooie dag en graag tot morgen.